Als we het hebben over persoonlijk leiderschap, dan wordt er heel vaak gesproken over, als je naar seminars gaat of je ziet workshops, dan wordt er al heel snel gesproken over grote doelstellingen. Je moet een plan maken en denk groot, the sky is the limit. En we gaan naar Tony Robbins in Engeland toe en we komen helemaal woe, terug. En dan vervolgens, dan komen we terug. En dan, ja, dan zijn we terug en dan zitten we niet meer in die vibe waar iedereen ook vindt van ja, we kunnen dit, we kunnen dit, maar dan komen we weer in de omgeving. Waar het langzamer gaat, waar mensen niet in die vibe zitten, en waar je gewoon naar je werk moet, waar je een belastingbrief krijgt waar je, die je weer moet betalen of een parkeerboete. En langzaam komen we weer terug op waar we zaten. En als we dan in zo'n evenement worden getriggerd om na te gaan denken over onze toekomst, dan wordt er gezegd: je moet weten waar je over drie jaar staat, want anders is het niet helder. Dan weet je niet waar je naartoe gaat. En dat is ook zo. Uh, daar, uh, daar ben ik het 100% mee eens. Maar dat is heel erg overweldigend voor mensen om daar ook te horen: van je moet je passie achterna gaan, je moet je missie vinden. En dan zit daar 80% in het publiek en die zit: Ja, inderdaad, dat moeten we. Ik begrijp het, maar ik weet niet wat mijn missie is. Laat staan, ik weet niet eens wat mijn passie is. Dus weet je, ik wacht nog maar eventjes. Um, als ik nog wel wat meer Netflix ga kijken, dan komt die passie vanzelf wel een keertje binnenwaaien. Nou, daar, lieve mensen, kan ik helaas kan ik op beamen dat dat niet het geval is. Want um, een missie die ontstaat vanuit passie. Een missie is niet iets wat je bedenkt met je hoofd. Dat gebeurt uit doen, uit voelen, uit ervaren. En dan denk keer, dan komt iets tot je, uh, zoals we dat dan altijd worden zeggen. Een missie wordt je echt gegeven. En dat is gewoon een gevoel, daar kan, je, uh, daar kan niks omheen. Dan weet je gewoon dat dat de missie is. Die missie die parkeren we eventjes hier. Voordat je een missie kan doen, moet je een passie hebben. Want die missie die komt voort uit de passie. Wat is dan de passie? Een passie is iets waar je, of tenminste laten we zeggen, een passie vormt zich uit iets waar je ontzettend veel interesse in hebt. Uh, iets wat je onwijs boeit, of waar je ontzettend goed in bent. Kunde. En hoe worden we kundig in iets? Door ervaring en door training. Dus dat betekent, als we onze missie nog niet hebben, gaan we eerst kijken naar nou, wat is dan onze passie. Als we die nog niet weten, dan gaan we kijken, oké, okay, maar wat vinden we leuk en hoe kunnen we daar beter in worden? Dus um, daar begint het. Uh, dit is het. Op het moment dat je iets leuk vindt, je hebt ergens interesse in, ga erin duiken. Ga erover studeren. Ga erover naar events. Ga er mee met mensen in contact komen. En vanuit dat punt gaat vanzelf iets ontstaan waarvan je denkt, hey, dit vind ik niet leuk, dit vind ik ook niet leuk, maar dit vind ik wel heel leuk. En dan wordt die filter steeds kleiner. Waardoor je in één keer komt tot een stukje wat je dan zou kunnen beschouwen als je passie. En nou, vanuit daar mag de rest komen. Op 26 april geef ik een lezing op de Bewustzijnsschool in Persoonlijk Leiderschap. En wat ik op deze avond met jullie ga delen, is een avond waarin we gaan spreken over het vinden van je missie. Het vinden van je passie, die samen combineren. En op het moment dat je nu denkt: van ja, maar ik, ik heb dat nog helemaal niet. Ik weet niet wat mijn passie is of mijn missie. Dan moet je juist komen. Wat ik je in deze avond wil geven zijn praktische tips om hiermee aan de slag te gaan. Dan ga ik met jullie de gouden tips delen die ik heb gekregen van de nu meer dan 100 mensen die ik heb geïnterviewd in eindbazen. Uh, waanzinnige mensen, uh, bekend, onbekend, groot, minder groot, maar allemaal met een uniek verhaal. Die mij echt um, succestips van zichzelf hebben gedeeld. Over hoe dat zij over een bepaald punt heen kwamen. Tot waar ze nu zijn. En dat is ontzettend inspirerend en waardevol. Dus ik ga daar de beste tips van aan jullie meegeven. En daarnaast ga ik jullie meenemen. En daar zullen de meeste mensen uh, mij ook van kennen. Is dat ik graag naar de Amazone ga. Naar de Indianenstammen. Uh, waar ik naar een omgeving ga. Waar helemaal niks is. Waar het ontzettend primitief is. En waar ik zie dat mensen ontzettend gelukkig kunnen zijn met helemaal niks. En de wijsheid die deze mensen in pacht hebben, uh, die ga ik ook met jullie delen. Uh, verwacht waanzinnige content, mooie filmpjes en mooie anekdotes. En ik hoop dat jullie er op 26 april bij zijn. Bieder!